Ferry Doedens, 33, heeft besloten om tijdelijk een pas op de plaats te maken op sociale media, zo meldt zijn management aan RTL Boulevard. De acteur, bekend van onder andere zijn deelname aan Jachtseizoen, geeft aan momenteel weinig behoefte te hebben aan de wereld van sociale media. De reden achter zijn social media-break heeft alles te maken met de vertraagde oplevering van zijn nieuwe huis. Zijn management legt toe dat Ferry momenteel een nomadisch bestaan leidt, Voortdurend uit zijn koffer levend en bij vrienden verblijvend na weken in hotels te hebben doorgebracht. Deze situatie heeft aanzienlijke impact op hem gehad, al dus het management. Gelukkig brengt maandag eindelijk opluchting, aangezien hij dan de sleutel van zijn nieuwe woning krijgt. Het huis is reeds ingericht, en ondanks enkele kleine afwerkpunten kan Ferry er meteen intrekken. Volgens het management was het een onrustige en onzekere periode voor Ferry, gezien de oorspronkelijke oplevering in november zou plaatsvinden. De vertraging heeft voor de acteur een behoorlijke tijdspanne gecreëerd. Over de duur van zijn sociale media pauze is nog geen duidelijkheid, maar Ferry heeft aangegeven dat zijn management mogelijk binnenkort weer activiteiten op zijn account zal delen. Ondanks de ongemakken van het leven uit een koffer blijft het professionele leven van Ferry doedes in volle gang. De opnames voor jachtseizoen zijn achter de rug, en hij bouwt verder aan zijn ONIVES-account. Opmerkelijk is dat Ferry twee jaar geleden met de opbrengsten van zijn expliciete content zijn huis in Amsterdam kon financieren. In een dankbetuiging aan zijn fans benadrukte hij destijds de speciale rol die zij hebben gespeeld bij het mogelijk maken van deze stap, waarbij hij zijn waardering uitsprak. Tijdens deze turbulente periode heeft Ferry niet stilgezeten en zijn werkzaamheden gaan onverminderd door. De vertraging in de oplevering van zijn huis heeft hem niet weerhouden van het afronden van projecten, waaronder het succesvolle jachtseizoen. Zijn Onlyface-account blijft ook een bron van inkomsten en creatieve expressie voor de acteur. Terwijl Ferry Doedes zich door deze uitdagende fase in zijn privéleven beweegt, kijkt hij met optimisme naar de toekomst. Met de sleutel van zijn nieuwe huis in zicht en de steun van zijn fans, lijkt de acteur vastberaden om weer volledig in zijn element te komen, zowel op sociale media als in zijn professionele carrière.